Deze historische context gaat over verlichtingsideeën in theorie en praktijk. En daar kan nog best wel zo'n een verschil in zitten, zoals we dat ook in deze video zullen gaan zien. Want op papier kan alles heel mooi klinken, maar het gaat er uiteindelijk om hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. En bij die Verenigde Staten van Noord-Amerika, die Britse kolonie die onafhankelijk waren geworden, ja, daar was op papier dus alles heel verlicht geregeld. Met die scheiding van de machten bijvoorbeeld. En ze hadden een mooie grondwet waarin van alles werd vastgelegd, die natuurrechten bijvoorbeeld. Maar toch was er heel veel ongelijkheid in de Verenigde Staten. In de praktijk was het dus misschien niet zo verlicht. Want uh, er zijn wel gelijke rechten voor iedere burger in die grondwet, maar die gelden niet voor bijvoorbeeld vrouwen. He, die krijgen geen kiesrecht en die moeten zich vooral bezighouden met het huishouden en het gezin, niet met het openbare leven. En die gelijke rechten in die Amerikaanse grondwet, die gelden ook niet voor de slaafgemaakten, want die worden als bezit beschouwd, niet als mensen. En die krijgen dan ook geen burgerrechten. En ook de oorspronkelijke inheemse bevolking, de indianen, die krijgen het ook zwaar te verduren, want die worden van hun grondgebied verdreven, vaak bewust door de kolonisten en door de overheid. En die worden ook gedecimeerd door oorlogen en door ziektes. Ja, en hier zie je dus dat die Amerikaanse grondwet een heel mooi verlicht document is, op papier, maar in de praktijk is het dus niet verlicht voor iedereen. In de praktijk zie je namelijk dat in de meeste staten een beperkte groep blanke mannen gelijke rechten heeft. En dat zij door het betalen van belasting en door het in bezit hebben van grond kiesrecht hebben verkregen. Ja, en ook op een andere manier zie je ongelijkheid in de Verenigde Staten. Er zijn grote tegenstellingen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Staten. En je ziet hier links een beetje de ontwikkeling van die Verenigde Staten hè, wat dus begint met die 13 Britse koloniën aan de oostkust. Dat gaat steeds meer naar het westen trekken en er komen steeds meer staten bij. En er komt een soort scheidslijn tussen het noorden en het zuiden. En dat zie je op dat kaartje links onderin zie je dat staan. Het zuiden is eigenlijk dat gebied onder die rode lijn. In nou, het noorden dat, dat waren staten waar uh, veel kleine zelfstandige boerenbedrijfjes waren, waar veel aan handel werd gedaan, waar veel nijverheid en industrie uiteindelijk ook kwam. En in dat noorden daar wilden ze heel graag dat er vooral veel macht bij de federale overheid kwam te liggen. En daar waren ze ook van het abolitionisme, hè? dus daar waren ze uh, tegen de slavernij en daar streden ze dus voor de afslaffing van de slavernij. En dat noorden wilde heel graag dat de federale overheid invoerrechten in zou voeren om de eigen industrie te beschermen. Maar dat zuiden, dat zat weer heel anders in elkaar. Daar waren voornamelijk grote uh, plantagekoloniën waar uh, slaafgemaakte, dus uh, suiker en tabak bijvoorbeeld, verbouwden. En daar wilden ze heel graag dat de macht vooral bij de deelstaten bleef liggen. En daar waren ze dus juist niet voor het abolitionisme, want de economie die was afhankelijk van de slavernij. Dus die wilde dat de slavernij bleef bestaan. Nou ja, dat is ook niet bepaald een verlicht idee natuurlijk. En in tegenstelling tot het noorden wilden zij dus juist geen invoerrechten, maar vrijhandel hebben voor de export van hun plantageproducten. Dat ze die bijvoorbeeld ook naar de Britse textielindustrie konden exporteren. En je ziet hier dus. Tegenstellingen tussen Noord en Zuid, en uiteindelijk lopen die tegenstellingen uit op de Amerikaanse burgeroorlog. Maar dat is iets wat voor nu allemaal niet meer van belang is. Wat wel belangrijk is, is die gedachte dat verlichtingsideeën op papier heel mooi kunnen zijn, maar dat ze in de praktijk lang niet altijd uitgevoerd worden.